Ongeveer een jaar geleden kwam Lotus met hun eerste elektrische model, een SUV, de Lotus Elettre. Een jaar later komen ze met een andere auto, maar ook voor een gezin en voor mensen die wellicht niet zo'n fan zijn van een SUV, namelijk de nieuwe Hyper GT van Lotus, de Lotus Emeya. Waar Lotus vroeger echt een lichtgewicht sportauto was die goed stuurde, is Lotus toch een andere richting ingeslagen doordat het recent, of ja, een aantal jaar geleden is overgenomen door Geely. En Geely heeft er meteen voor gekozen om mee te gaan met de tijd en voor elektrificatie te gaan. En zoals dus die Elettre eerst en nu komen ze met de Emeya. En zo op het eerste zicht lijkt het een sportsedan, maar niks is minder waar. Deze auto heeft namelijk 5 deuren, omdat de achterklep wat langer is en daardoor is het eigenlijk een hatchback. De auto is in dezelfde lijn als de Elettre, dus je ziet met die lichten, het front, dat is echt herkenbaar van die Elettre. En hij heeft natuurlijk ook weer een hele goede aerodynamica. Dat begint eigenlijk al in het front. Dat is dynamisch. Namelijk de vlakken hieronder, die zijn nu bijvoorbeeld open. En dat is onder andere voor de koeling van de accu's. Maar ze kunnen ook dicht, zodat de aerodynamica wat beter wordt. Verder is hij helemaal afgevlakt natuurlijk. Alles met camera's voorzien. Eventueel optionele camera's als spiegels. Waardoor je natuurlijk nog een betere aerodynamica heeft voor een aantal kilometers dan waarschijnlijk. Verder nog een hele grote spoiler achter. Maar die zullen we dadelijk nog wat beter zien. De auto heeft een wielbasis van zo'n 3 meter. Dus dat is echt behoorlijk. En je kan optioneel kiezen voor vierwielsturing. En daarom wordt je draaistuk nog wat beter en ligt de auto nog wat beter op de weg. Het interieur van deze Lotus is echt fenomenaal. Het is echt fantastisch. Het ziet er fantastisch uit en vergelijkbaar met die Elettre die we eerder hebben gezien. Die Elettre, daar hebben we natuurlijk ook een video van gemaakt, dus die kun je zeker checken op onze YouTube-pagina, topvideo. Maar over deze auto, hè, weer het interieur met fijne materialen, zoals het Alcantara, het vegan leder, carbon fiber, wat je in de auto, maar ook aan de buitenkant van de auto ziet. En wat deze auto dan optioneel heeft, zijn die spiegels. Nou, dat zie je hier aan de zijkanten. Is wel heel erg wennen, moet ik zeggen. Veel mensen houden er niet van. Een aantal mensen vinden het fijn. Het scheelt ook niet heel veel met de actieradius, dus ja, waarom je daarvoor zou kiezen, dat moet echt een eigen ingeving zijn, denk ik. De spiegels zijn namelijk ook wat moeilijker te zien. Bij sommige auto's zit het echt op het dashboard en nu moet je echt naar links kijken, dus ja, je moet alsnog je hoofd draaien. Wat dat betreft heeft het voor mij geen meerwaarde. Verder kijken we naar een heel smal dashboard met de benodigde actieradius erop. Die wil je natuurlijk weten hoeveel procent heb je over en wat is je snelheid. En daarboven een head-up display dat natuurlijk niet mag ontbreken bij zo'n auto. Met ongeveer dezelfde informatie daarop. Verder heb je hier een ruim 15 inch groot navigatiescherm, een multimedia scherm. Er kan van alles op te zien worden. Je kan de auto afstellen, je kan je stoelen instellen, ook massagestand bijvoorbeeld. En zoals je hier ziet kan je dus ook de spoiler eruit laten komen. Bij een bepaalde snelheid gaat die spoiler ook automatisch naar boven om extra downforce te geven aan deze auto. Verder nog een hele fijne en subtiele automaathendel. Blindelings kun je deze besturen, al rij je voor de eerste keer in de auto. Het is echt een prettig functie om mee te werken. Voor de bijrijder heb je ook nog een klein digitaal scherm voor je. Maar je hebt hier natuurlijk een heel groot glazen panoramadak boven je. En dat heeft nog een fijne functie. Want bijvoorbeeld wil iemand anders een wat donkerder glas boven zich hebben, zodat er minder licht binnenkomt. Maar een ander wil het weer liever niet. Daar heeft Lotus een oplossing voor bedacht. Ze hebben eigenlijk met vlakken van 3 hoeken die je kan instellen. Waardoor bijvoorbeeld een bepaalde ruimte dan donker is en de andere ruimte is dan verlicht. Waardoor iedereen zijn eigen welbehagen heeft in de auto. Maar als je dan achterin de Emeya stapt, dan valt meteen op dat je stelloze deurlijst hebt. Dus dat betekent dat hier zit gewoon geen stel omheen. En dat maakt hem wel extra chic. Dat is zowel voor als achter. En wat daarnaast meteen opvalt is dat mijn voeten niet onder deze stoel kunnen. Dat is wel minder prettig. Het scheelt misschien dat ik redelijk lang ben, 1,95 meter. Ik zit nu achter mezelf. Qua beenruimte heb ik nog voldoende beenruimte en hoofdruimte is ook echt behoorlijk. Maar de voeten zitten wel wat in de weg. Dus mocht je wat kleiner zijn of de bestuurder is wat kleiner, dan komt het waarschijnlijk wel wat beter uit. Verder zit je hier dus achter die mooie kuipstoelen van Lotus. Dit is wel wat harder kunststof, dus mocht je dat met je been tegenaan komen of voor een lange reis, is dat minder fijn.
van, voor de medepassagiers achterin is wel van alle luxe gekozen. Zo zie je hier de ventilatieroosters, die zijn heerlijk, goed op je gericht. Goed geluidssysteem, ook achter. En je kan nog bepalen of dat de passagier die rechts naast je zit achterin wel of niet zijn raampje open heeft. Want die kun je besturen voor beide kanten. Verder heb je hier nog een scherm in het midden. Mocht je nou kiezen bij Lotus voor een 4-sits, want dit is de 5-sits zoals je kan zien. Dan heb je eigenlijk een middenconsole dat hier doorloopt. En dan zit het scherm niet hier, maar zit het scherm eigenlijk hier voor je. Dus als je je arm op de middenarmsteun legt, dan kun je heel makkelijk het scherm bedienen. Dit is al redelijk luxe, maar als je met z'n vieren in de auto zit en je kan ook nog achterin het scherm bedienen. Nou, daar hebben ze goed voor elkaar en leuk dat die optie er ook is vanuit Lotus. Een andere fijne optie achterin die je beter vanuit deze kant kan bekijken, is de rugleuning die ook versteld kan worden achterin. En dat zie je niet bij veel auto's. En wellicht valt het niet nog op, maar hij komt nu naar voren. Dus dan kun je net bepalen van hoe rechtop je zit achterin. En dat kan niet alleen met deze knop hier, maar het kan ook nog op het scherm in het midden. Zo kun je dus ook bepalen voor de passagier en kun je hier alles bedienen. Net zoals de audio ook nog in het midden. Dus ook goed aangedacht. En dan zijn we misschien wel bij het mooiste deel van de auto aangekomen, namelijk de achterkant. Maar eerst zien we natuurlijk nog de velgen, 21 inch. Het is niet helemaal mijn smaak, maar mocht je bij Heden Automotive even naar binnen lopen en vraag naar Nick Jan. Die heeft nog een heel aantal sets aan gave velgen voor onder deze auto staan. Nou, dan komen we hier natuurlijk ook meteen aan bij de spoiler. Die kon je, zoals ik al eerder zei, zelf naar boven zetten of naar beneden laten gaan. Maar ook een bepaalde snelheid komt hij zelf naar boven. Het ziet er indrukwekkend uit. Mooie carbon fiber lipspoiler nog erbovenop. Echt mooi afgemaakt. Hier zie je nog een wat grotere sensor. Radar. Je ziet het bij sommige auto's dat het best wel extravagant is uitgewerkt. Soms boven het dak. Maar hier is het wat subtieler weggewerkt. Dat heb je overigens ook nog aan de voorkant zitten. Maar die komt alleen naar boven als je op de Adaptive Cruise Control rijdt. Dus mocht je die niet hebben, dan zie je hem ook niet. En dat hebben ze wel slim bedacht. Want anders lijkt het net dat je met een taxi rijdt. Verder komen we dan uit bij de elektrische bedienbare achterklep. Op een 426 liter aan bagageruimte tot 509 liter aan bagageruimte. Afhankelijk van de uitvoering. En zoals ik al eerder had gezegd, je ziet het, achterklep loopt door naar het dak, dus je kan ook zo bij het interieur. Dus een 5 deurs. Nou, en dan hebben we hier natuurlijk een vlakke laadruimte, dat is heel fijn. Maar we kunnen hier ook nog wat meer in kwijt. Hieronder de laadkabels, dus zodat je hier de rest van je spullen kwijt kan. Mocht het nou niet voldoende zijn, dan hebben ze ook nog een frunk bij Lotus. Bij deze Lotus, namelijk de 31 liter frunk, helemaal bij de voorkant. We hebben het over het exterieur gehad, het interieur, maar wat natuurlijk bij deze auto heel belangrijk is, is het rijgedrag. En daarom dat we even met de auto gaan rijden. Onder andere, wat ook natuurlijk belangrijk is bij een elektrische auto is, wat doet de actieradius, wat is de laadsnelheid. Nou, actieradius is op papier zo'n 450 kilometer. In praktijk zal het meer richting de 400 zijn, maar dat zie je wel vaker bij elektrische auto's. Moet ik zeggen, als ik hier kijk naar het scherm, 96% en we hebben nog 444 kilometer. Dus dat is niet slecht als hij dat ook zo volhoudt. Het is natuurlijk een lage auto, dus dat scheelt wel ook met de luchtweerstand. Verder ga je snel laden. Nou, dat kan dan tot 400 kilowatt. En daarmee kom je in een kwartier van 10 tot 80%. Nou, dat is natuurlijk absurd. Met 102 kilowattuur pakket, is dat echt wel een hele nette tijd. Dat zie je eigenlijk bijna nergens anders. Dus dat doen ze echt heel goed. Verder, ja, wij rijden nu in de S-uitvoering. Dat is net boven de basisuitvoering. In hoeverre je het basis kan noemen natuurlijk. Nou, die is technisch een beetje hetzelfde. Alleen hij is wat luxer, de S-uitvoering. Nou, kijk je naar die technische specs. Ja, dan heeft hij dus een PK, 603 PK. 710 Nm koppel. En daar kun je nog wel wat meer gaan doen. Want dan ga je bijvoorbeeld naar de R. De R zit daar nog boven. Die heeft nog een extra motor op de achteras. En die haalt daarmee 918 pk. En dan heeft hij 985 Nm koppel. En daarmee komt hij van 2,8 seconden van 0 naar 100. En stopt hij pas met accelereren bij 256 km/u. Dus dat is echt heel gaaf. Maar met 603 pk kom je ook al heel ver. Want deze auto is ook mega snel. En ze hebben natuurlijk alles aan gedaan om deze auto zo goed mogelijk op de weg te zetten. Want het is natuurlijk niet zo'n lichte auto zoals Lotus vroeger was. Maar ze hebben er bijvoorbeeld met de vierwielsturing die optioneel is. Maar ook de
Onder andere luchtvering hebben ze ervoor gezorgd dat deze auto echt goed op de weg plakt. Ze hebben allemaal rijsystemen gebruikt en daarmee stuurt deze auto echt goed de bochten in. Kijk, je voelt wel dat hij wat zwaarder is, maar door al die systemen hebben ze wel dat rij-eigenschappen van Lotus teruggebracht. Wij gaan de sleutels weer inleveren. Maar wil je nou zelf deze auto ervaren of een keertje kijken naar die andere velgen of misschien de auto in een andere kleur zien? Dan moet je zeker even langs bij Heden Automotive in Veghel. Nou, wil je nou meer weten over deze auto of over de lease opties? Nou, klik zeker op de link in de beschrijving, vul je gegevens in en dan nemen wij contact met jou op.